In 9 afleveringen gaan we in op informatiebeveiliging en privacy binnen het onderwijs. In deze aflevering de AVG. De AVG, Algemene Verordening Gegevensbescherming, is een Europese wet die bepaalt hoe we met privacygevoelige informatie en persoonsgegevens omgaan. Privacy is het recht om met rust gelaten te worden en om gegevens over jezelf te kunnen controleren. Persoonsgegevens zijn alle gegevens waarmee je direct of indirect mensen kunt identificeren. Denk bijvoorbeeld aan naam, adres of telefoonnummer. Gegevens zoals ras, godsdienst of gezondheid zijn bijzondere persoonsgegevens. Scholen verwerken beide, van zowel medewerkers als van leerlingen. Denk hierbij aan het vastleggen, verspreiden of vernietigen van deze informatie. Om onderwijs te geven, hebben scholen deze gegevens nodig. De AVG bepaalt dat je alleen die gegevens mag verwerken die strikt noodzakelijk zijn. Veel van die gegevens zitten in het personeels- of leerlingdossier. Alle medewerkers moeten hier zorgvuldig mee omgaan en ze goed beveiligen. Het bevoegd gezag is volgens de AVG verantwoordelijk voor de verwerking en de beveiliging van persoonsgegevens. In het onderwijs is dit de schoolbestuurder. Medewerkers en leerlingen hebben als betrokkenen recht op controle over hun gegevens. De autoriteit persoonsgegevens houdt toezicht op naleving van deze wet. Meer weten? Kijk op kennisnet.nl voor meer informatie.